Als André W. de rechtbank in Kortrijk wordt binnengebracht, wordt duidelijk dat zijn ex-vrouw niet is gekomen. Tot woede van de aanklager. Het was te verwachten, het was te verwachten. Ik voelde het aan mijn water. Wat zegt men? Als een Hollander u niet gepakt heeft, dan is het omdat ik vergeten is. Uit respect voor de rechtbank, uit respect voor de familie, het minste wat ze kon doen, dat was aanwezig zijn. Dit getuigt van een extreme vorm van minachting tegenover ons allen. In dit huis in Menen wordt 3,5 jaar geleden het lichaam gevonden van Stefaan Bekaar. Hij is met 14 messteken gedood en in een tapijt gewikkeld. Vlak voor zijn dood biedt hij onderdak aan een Arnhems gezin dat een zwervend bestaan leidt en dat in de clinch ligt met jeugdzorg. Volgens justitie hebben de Arnhemmers hem vermoord om zijn auto en geld. Maar zij ontkennen dat. Die dame had er beter aan gedaan dan wie te zijn en te komen uitleggen wat haar versie is dan. Hè. Het kan maar in haar voordeel spelen, terwijl nu, dat is de indruk wekken, minstens dat, dat men iets te verbergen heeft. Hè. De rechter eist dat Jean K. bij de volgende zitting aanwezig is. Als ze niet vrijwillig komt, wordt ze door de politie opgehaald. De ouders van Bekaar moeten daardoor nog langer wachten. En de ouders aanvaarden dat ook. Hè. En die mensen zijn zeer waarde, stille mensen, stil verdriet, maar die wachten rustig af. De zaak gaat verder in januari.